Rasmus ook mee. Ja, Rasmus is dus aan het einde deze volgorde. Daarachter dan Tim Bon met de Italianen. En dan natuurlijk de Spanjaarden. Daarachter Raymond Vrede. En dan gaat de tempo hoog nemen. Zit in de laatste 9 ronde van de staatsloterij. Zijn dankzij van Rotterdam. Absoluut een mooie finale muziek. En we hebben natuurlijk een Spaanse jury, een Spaanse geweld. Hotel Ridderkerk gaat hier vandaag finaliseren. Een fantastische triomf boeken. Wordt uitgeroepen tot het beste hotel van Nederland. Want er kan niks meer misgaan. De buit zit in de pocket. Het gaat allemaal gebeuren. Alles onder controle. 6 ronden nog. 1200 meter. De kruiskie Krasman die waren deze 6000. De controlerende factor. Super sterk gereden. Namens werkgevers steunpunt Rijnmond Holleman. En de derde plaats gaat naar Terpstra Havik. Zoveel is ook wel zeker, want we zitten in de laatste kilometer. Dat betekent dat er nu geen ronde gewonnen meer kan worden. En de Spanjaarden willen alles in schoonheid afmaken. En als je dus alle orkanen hebt hier staan, de Spaanse Graaf heeft de orkaan hier staan. De Spaanse Fury gaat nog 1 keer te keer. Nog 600 meter, nog 3 ronden. En ook Terpstra wil mee. Wat een karakter, de Spaanse Armada is in Rotterdam aangemeerd en dat zullen ze weten ook. Een 25-jarige en een 27-jarige kapasser, samen meervoudig kampioen van Europa. En hier in Rotterdam zijn ze er wel goed bezig. Daar krijgen we de bel van de laatste ronde. Nog steeds de Spanjaarden en Terpstra en Havik. Die zeggen, de derde plaats is voor ons, de tweede plaats is voor Krijskie Masman. En hier komen we weer aan. De winnaars uit Spanje voor André Tullin van Zillen, Ola Petri. Van de Spanjaarden, want zo is het.